Bert Velling, eigenaar van Feestexpert in Tiel, blijft op zoek naar de daders van een grote diefstal van klokken. Zijn verzameling, die opgesteld stond in een pand aan de Heilige Straat in Tiel, werd in maart 2016 voor een groot gedeelte gestolen. Ondanks ruime aandacht in de media is er tot op heden geen spoor van de waardevolle klokken gevonden. Velling heeft nu de hulp van Klaas Wilting ingeschakeld. Wilting was jarenlang politiewoordvoerder bij de politie in Amsterdam en betrokken bij tal van grote zaken, waaronder de Heinekenontvoering. Hij gaat de zaak nu opnieuw bekijken en vraagt derhalve aan mogelijke getuigen zich alsnog te melden. Ook als u eerder met de politie in Tiel heeft gesproken, komt hij graag met u in contact. Heeft u andere informatie die leidt tot het terugvinden van de klokken, dan wil hij graag met u spreken. Dit kan via 072 7275 01889. Mocht uw tip leiden tot de oplossing van deze zaak, dan wordt er een bedrag van 5.000 euro uitgekeerd.